Volgende week wordt Johnny 40. Zijn hart is veel groter dan zijn verstand, zegt zijn moeder. Dat is beter dan andersom. Ze is al lang niet meer de slanke moeder die naar koekjes ruikt. Ze is bol en rond, met overal plooien van vlees. Ze draagt jurken zo groot als gordijnen. Haar grijze vesten zijn reusachtig. Haar handen zijn ruw en ruiken naar bleek water. Haar onderkinnen trillen als ze praat. Ze is 2 keer zo breed als op de foto's waarop haar zoon zijn eerste stapjes zet. En toch kan ze zich onzichtbaar maken. Als Johnny naar zijn werk vertrekt, laat hij vaak een puinhoop achter in zijn keuken. Broodzak open, kruimels en kringen op de tafel, een vet papier met een paar koude fritten en een klodder mayonaise van de vorige avond. Maar als hij thuis komt van zijn werk, is alles opgeruimd. Elke dag opnieuw. In de koelkast vindt hij vaak een pannetje soep of stamppot. De vuile kopjes zijn weer schoon. Achter op zijn bed ligt een stapel t-shirts, gestreken en al. Dat doet zijn onzichtbare moeder. Ze woont 2 straten verder en ze heeft een sleutel van zijn flat. Johnny is te oud om samen te wonen met haar. Dat is niet gezond. Gerda heeft het zelf gezegd. Zij is de maatschappelijk werkster die voor alles heeft gezorgd. Door haar is alles veranderd. Ze verdeelt het leven in 2. Dingen die gezond zijn en dingen die niet gezond zijn. Johnny schrijft de lijstjes in zijn schrift met ruitjes. Bruin brood is gezond. Fruit is gezond. Frieten met mayonaise zijn niet gezond. Maar 1 keer per week mag het wel. Bij je moeder wonen als je volwassen bent is niet gezond. Maar 1 keer per week mag het wel. Net als frieten.